Mevrouw, wat vindt u van het initiatief van de Groene Scooters? Ik vind het initiatief goed, maar ik vind het jammer dat er een beetje te hard rondgereden wordt. Ik denk niet dat ze daarvoor bedoeld zijn. Ja. Almelo is geen studentenstad, dus het kon best zijn dat een beetje niet past hier, zeg maar. Maar misschien werkt het nog wel, wie zal het zeggen? Ik vind het wel een goed initiatief. Ja. Ik heb het gelezen. Ik heb er al een paar gezien, dus het lijkt me wel een goed plan. Ja. Zou u zelf op zo'n scooter een ritje willen maken? Nee. Ik heb een fiets en dat vind ik prima. Ja. Ik vind het wel goed. En wat vindt u daar zo goed? Dat het elektrisch is. Dat het voor iedereen bruikbaar is. Ja. En dat ik nu misschien een keer met mijn vrouw kan scooteren. Want die heeft zelf een elektrische scooter. Ja. En ik er niet. Dus u zou zelf wel een keer een ritje op zo'n scooter willen maken? Ja, ik denk het wel. Ja. Nou, eigenlijk helemaal niks. En wat vindt u daar dan helemaal niks aan? Nou, ik zag een aantal scootertjes staan, een stuk of 10. En die dingen worden gewoon gebruikt voor joyriding door de jeugd. Ze rijden bijna van de benen af, dus ze rijden bijna tegen de oren aan. Dus waar ze voor dienen, waar ze voor aangeschaft zijn. Daar worden ze niet voor gebruikt? Nee. Waarvoor niet dat eigenlijk? Nou, men kan een scooter huren. Oh, huren gewoon, en ja. Dat zijn elektrische scooters. Ja, dat vind ik mooi als het elektrisch is sowieso al. Lijkt me, zoals ik het nu kan bekijken, een goed plan wel. Ja. Ja. En wat vindt u daar goed aan? Dat je toch mobiel bent, dat je zomaar een scooter kunt pakken en naar de stad gaat bijvoorbeeld. Ja. Ik vind het een leuk initiatief. Ik ken het al vanuit de andere gemeente waar ik werk, in Deventer. En daar is het al een poosje. Alleen merk ik ook dat er wel misbruik van gemaakt wordt door de jongere generaties. Ja. Ja. Is dat ook in Deventer het geval? Ja, ik werk in de jeugdzorg en onze jongeren, voornamelijk jongeren zonder rijbewijs, die rijden er ook op. En dat, op de een of andere manier kan dat gewoon. Sommige dus, mensen zeggen, het heeft een beetje te maken met aanloopproblemen. De nieuwigheid. Ja, dat denk ik ook wel. In het begin is dat allemaal interessant. En het zal ook wel een beetje op een gegeven moment een beetje ophouden. Nou, dat is wel goed. Alleen de jeugd maakt er een potje van. Tenminste, dat vind ik hoor. Dus iemand anders kan wel een andere mening hebben. Maar dat vind ik dus. En het ligt overal verspreid in de stad. Dus ze maakt er echt een potje van eigenlijk. Het is misschien nog nieuw, hè? Ja, dat denk ik ook wel. Maar goed, ik vind juist dat de jeugd van 18 jaar en ouder zeg maar, dat kunnen gebruiken. En niet de onder, zeg maar, van 15, 16 jaar. Nou, dat is heel fijn. Je hoeft er zelf geen één te kopen. En het is ook niet zo duur. Ja. En je ziet er steeds meer. Sommige mensen zeggen dat er veel joyriding wordt gepleegd op de scooters. Nou, dat weet ik niet. Heb ik nog niet gehoord. Zou u zelf een ritje op zo'n scooter willen maken? Ik heb het nog niet. Wij hebben het nog niet gedaan. Ja, misschien dat het meer voor de jongeren is. Helemaal niks. Eerlijk waar, want ik kom zelf aan de Schelvorst. En de jeugd, de hangjeugd die daar is, die gooit met de scooters, die scheurt met de scooters. Gisteravond is de buurvrouw bij mij gekomen, was een scooter die was gedumpt voor haar ingang. Heb ik haar mee geholpen om hem weer op te beuren en te zorgen dat hij weer netjes neer werd gezet. Ja. Is daar dan geen toezicht op? Totaal niet. Ze worden ook overal neergezet. Ik was gisteren op de Schelvorst op de parkeerplaats. Daar staan ze waar je de auto's moet parkeren. Daar staan de scooters op de parkeerplaatsen. Dus daar kun je de auto's ook nog niet kwijt. En zou u zelf een ritje op zo'n scooter willen maken? Absoluut niet. Nee. Alleen, ik heb het idee dat er wel vandalisme wordt gepleegd. Dat zijn de verhalen. Joyriding, beschadigingen. Ze worden neergegooid. Dat lijkt me geen goede zaak. Nee, zeker. En ik vind dat ze er eigenlijk ook beter op moeten controleren dan. Nou, wat ik over het algemeen hoor in Nederland, dat die dingen maar overal gedumpt worden, neergezet worden. En ik denk niet dat dat de bedoeling is. Bovendien, wat vindt u van de prijs van 23 cent per minuut? Per minuut? Ja. Dat vind ik nogal behoorlijk. Ja, dat telt nog aardig aan, denk ik. Ja. Ja, geen idee. Weet ik niet. Is je er al eerder in geweest? Die groene scooter? Ze zijn er al eerder in geweest hoor, okay. Die scooters. Maar we hebben hem nou overal wel gezien waar we langs reden. Maar ja, ook een jongen die pakt hem en ik vind het eigenlijk een beetje, ik moet er nog aan wennen. Ja. Ik vind, waar gooien ze hem neer? Hoe doen ze ermee? Gaan ze ermee om?
Dat vind ik niet erg prettig. Ja, als je dan zo'n hele dag zou doen... Dan loopt het in de papieren, ja, bedoelt u? Ja, dan loopt het in de papieren. Dus dan neem je zo'n ding toch de hele dag mee. Tenminste, ik neem aan dat je het ook buiten de stad mee mag nemen. Nou, ik moet eerlijk zijn, ik zou het liever met de fiets doen. Ja, dan moet je berekenen hoe lang heb je nodig. Als je naar de stad gaat, 15 minuten ben je bezig. Nou, 15 keer 3, ja, valt mee. Ja. Nou, als ze inderdaad gebruikt worden voor jouwriding, laten ze de prijs een beetje omhoog doen. Dan wordt dat jouwriding wel minder, denk ik. Ik rij alleen maar auto en de fiets. daar kan ik het prima mee. Geen idee. Het lijkt me niet duur. Nee. Het lijkt me niet duur. Ik bedoel, ze gebruiken voor korte ritjes, neem ik aan. En, daar zijn ze voor bedoeld. Ja, maar het is heel handig. Het gaat allemaal natuurlijk met pinpas en zo. 23 cent per minuut? Ja. Nou, dat vind ik nog wel een beetje veel eigenlijk in principe. Het ligt eraan hoe lang ze het kunnen huren, dat weet ik dus niet. Per minuut? Op per minuut. Ja. Nou, dan is het wel goedkoop. Ja. Het ligt eraan. Ik denk dat ze hem wel een dag gebruiken, de jongeren. Dan loopt het aardig in de papieren. Dan loopt het wel aardig in de papieren, maar als ze er een moeten kopen, is het nog duurder. Okay. En als je niet iedere dag gebruikt, dan is het wel een optie, denk ik. En misschien zijn ze ook bedoeld voor de wat kortere ritten. Kan ook, ja. Denk het wel. Ja, dat heb ik ook gehoord. En het probleem namelijk dat de jeugd er nu allemaal op zit, is omdat je die eerste 5 euro is gratis. En die gebruiken ze. En dan gooien ze de scooter aan de kant. En ik vind het vrij duur. 25 cent per minuut. Ja. Dus eigenlijk zou er iets aan de tarieven gedaan moeten worden. Ja, die moeten ze hoger maken. En meer toezicht. En meer toezicht. Veel meer toezicht. Ja. Valt denk ik mee, maar voor iemand die even een ritje maakt, denk ik dat het uiteindelijk wel aardig aantelt. Okay. Maar u vindt het een goed initiatief? Ja, zeker. Als het maar goed mee om wordt gegaan. De tijd zal het leren. Zeker.